Hyena's noem ik jullie. Wilt u verraden het volk, dat wil ik u dan zeggen. Okay. Ik heb een heleboel van jullie gezien en gelezen. Ik heb zelden zulke hyena's gezien als jullie. Ja? Ik wens jullie veel succes en dat jullie mag gebeuren wat jullie anderen aan doen. Maar waarom bent u hier? Waarom bent u hier? Ik woon hier. Ik wilde de stad een wandelingetje maken. Ik zie dit. Ik wist dit niet. Ja? Ik lees geen krant. Ik zie alleen soms van jullie artikelen. In de dingen voorbij komen. Ik schaam me voor jullie. Waarom? Omdat jullie verraders zijn. Jullie hebben een hele eenzijdige manier van berichtgeving. Echt, het is echt misdaad wat jullie doen. Ik hoop dat jullie ooit voor de rechter komen. Waarom vindt u het misdadig? Omdat jullie heel eenzijdig vanaf het begin... Wat vindt u er eenzijdig aan? Eenzijdigheid is alleen maar wat de regering vindt. En dat is jullie taak niet. Jullie moeten ook kunnen rapporteren wat andere mensen denken. En dat jullie dit rapporteren en dat jullie zeggen dat er een heleboel mensen, wat de politie ook zegt, er zijn oneenigheden of er zijn onregelmatigheden, leugen. Wilt u dit iets verder weghouden? Dit is intimiderend. U doet er ook aan. Wilt u dit iets verder weghouden? Ja hoor. Nog een stukje verder. Ja. Anderhalve meter. Weet u nog? Dus u houdt zichzelf om niet aan de regelen. Ik vind jullie echt hyena's. Nogmaals, ik hoop dat jullie overkomt. Hoe moet dat volgens u wel? Gewoon, zoals in een democratie, dat iedereen gehoord wordt. Dat iedereen zijn stem wordt gehoord. We worden geterroriseerd. En wat? Het hele volk wordt geterroriseerd en op het verkeerde been gezet, hè? Je hoeft niet heel erg intelligent te zijn om te zien wat intimidatie is, wat brainwashing is, wat drijven is, wat andere mensen onder druk zetten is om dit te gaan doen. Want hier heb ik, zie ik voor het eerst in mijn leven, dit zijn allemaal gewone agenten. Dat waren ze in de Derde Wereldoorlog ook. En dan kun je zeggen, oh, de Derde Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn ook mensen gaan vergassen. Deze mensen staan hier met het idee dat ze mensen dus moeten slaan en bedreigen. Omdat ze denken dat het zo hoort, omdat ze anders hun baan kwijtraken. Of misschien hebben ze hetzelfde idee vanwege het griepvirus wat hier hangt. Het is waanzin wat jullie doen. En jullie zijn medeplichtig. Dus pers, jullie zijn medeplichtig. Jullie zijn hoofdrolspelers in dit drama wat er in de wereld afloopt. Meer heb ik er niet te zeggen.